teruggaat, zie je dan dat ze op weg zijn, dan gebeurt er van alles tussen hun. Dus dan zou je al kunnen merken dat het een relatie is die langer duurt dan 2 weken. Hoop ik, hè, dat ze dat zien, maar dat is wel de bedoeling. Ja, omdat ze elkaar door en door kennen. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment verdwijnt het meisje, Saskia verdwijnt spoorloos, terwijl ze blikjes drinken gaat halen. En dan zie je dat de jongen 3 jaar lang blijft doorzoeken naar zijn vriendin. Hij kan haar niet vergeten, omdat hij niet weet wat er met haar is gebeurd. En dan uiteindelijk ontmoet je in de film, ontmoet hij de dader, de man die mij heeft ontvoerd. Wat er precies gebeurt, vertel ik niet hoor. Nee, want, dat is duidelijk. Dan moet je maar in een videotheek die band gaan halen, ja, en dan gaan kijken. Ja, je maakt me wel nieuwsgierig trouwens. Ja, en dan de dader ontmoet dan mijn vriend. En dan kom je erachter wat er is gebeurd. En het is een psychologische thriller. Het is niet sensationeel in de zin van achtervolgingen en veel bloed. Dus mensen die van Rambo houden, moeten er niet naar deze film gaan kijken. Nee. Maar het is wel een verhaal wat heel spannend is. En af en toe komisch, vind ik. Mm-hmm. En ook heel luguber aan het eind, als je er gevoelig voor bent. Ja, ja. Je moet dus meer met het licht aan hoe je naar die film kijkt. Dus het is meer een film die speelt op je gevoelens. Ja. Dat soort dingetjes. Ja. Ja, ja. Waar ik heel benieuwd naar ben, Johanna, is wat ging er door je heen toen jij die Felix kreeg? Toen ik mijn naam hoorde noemen, toen dacht ik van, nou Johanna, daar ga je. Maar dan in de hele brede zin van het woord. Omdat ik wist dat er daardoor heel veel zou veranderen. Mm-hmm. En toen ben ik naar het podium toegelopen, want dat hadden we gerepeteerd. Als je de prijs zou krijgen, zeiden ze, dan moet je daar en daar naartoe. Toen heb ik gezorgd dat ik niet van de trap af viel, ja, met die hoge hakken. En toen stond ik voor de microfoon en toen moest ik dus mensen bedanken. En toen dacht ik van, nou ben ik benieuwd wat ik heb gewonnen en wat ik heb verloren. Want natuurlijk win je heel veel met zo'n prijs. Het succes en mensen hebben je werk gewaardeerd en dat is enorm strelend. En ja, daarvoor doe je het eigenlijk. En aan de andere kant verlies je veel omdat je ontzettend uit moet kijken dat mensen niet je privéleven binnen gaan dringen. Want daar hebben ze gewoon niks mee te maken. Ik ben gewoon wie ik ben en ik doe mijn vak. En ze mogen me vragen stellen over het vak, maar het gaat er niks aan in wezen waar ik vandaan kom. Kijk, jullie zitten nou wel hier en dat vind ik ook wel leuk hoor. Ja. Maar dat verandert niet mijn spelen, dat heeft er in wezen niet zoveel mee te maken. En dat is toch een fenomeen, hè? Vooral met film, dat plotseling wordt de persoon heel interessant, weet je wel. Van, nou, ze heeft op een boerderij gewoond en nu speelt ze in een film, jongen, dat is wat. Ja. Terwijl je bent gewoon een mens en je doet een vak, net zoals iemand bij een slagerij werkt en bij een bank. Ja. Ja, en je wilt beoordeeld worden naar je vak en niet naar de persoon. Ja, ik wil beoordeeld worden op wat ik doe. Daarbij komt dat ik publiciteit ook heel bedreigend vind, omdat mensen gaan toch een oordeel over je vellen. Weet je wel, van, oh, ze is zus, ze is wel arrogant of, goh, wat is ze leuk. En dan moet je leren om daarmee om te gaan, want het is niet prettig als je in de krant leest wat mensen van je vinden. En daarbij komt er nog eens, dat slaat natuurlijk nergens op. Want ze zijn niet geïnteresseerd in mij persoonlijk, maar ze zijn geïnteresseerd in een mooi plaatje. Weet je wel, het meisje uit Twente is filmster geworden, ja, en dat is het beeld. En dat gaat eigenlijk helemaal niet over mij, want zo voel ik me niet. Ik ben gewoon wie ik ben en dat is het. Ja, ja, ik kan me dat voorstellen. Maar heb jij nog plannen voor de toekomst? Heb jij al wat aanbiedingen gehad of gekregen? Ik heb toneel gespeeld, dus daarna weer. En ondertussen heb ik een film gedaan met een Amerikaanse regisseur, Robert Altman, of Altman. Dat gaat over het leven van Vincent van Gogh. En die komt in april uit in de bioscoop. En aan het eind van het jaar komt hij op de televisie, ook in Nederland. Dat duurt 4 uur. En ik speel de vrouw van Theo van Gogh. En zij heet Jo Bonger. Of eigenlijk heet ze Johanna Bonger. Ja, en dat is dezelfde naam. Komt overeen, ja. Ja. En Theo van Gogh is de broer van Vincent van Gogh. Ja, en ja. Daar en gaat het verhaal over. En het verhaal gaat eigenlijk over, het is eigenlijk een soort familiedrama. Het gaat over 2 broers die ontzettend veel van elkaar houden, die met heel erg in elkaar verweven zijn. En het gaat over hun leven. En ik op een gegeven moment trouw met de broer van Vincent, Theo. En dat verstoort die relatie tussen die 2 broers. Het is niet zo'n grote rol, maar het is wel de vrouwelijke hoofdrol. En ik speel in het Engels. Mm-hmm. Nou, daarbij kan ik dan gaan zeggen dat ik nu Engelse les aan het volgen ben, want ik wil wel verder met de film. En daar ben ik me ook aan het voorbereiden, dus momenteel ben ik werkeloos. En leef ik van een uitkering, dus niet alle filmsterren zijn rijk. Nee, dat denkt men heel vaak. Ja, dat is niet zo hoor. Nee, vooral niet als je begint. Nee.
En als je nou heel bekend wordt, dan ben je wel echt rijk. Ja. Dan kan je rijk worden. Maar ook dat heeft zijn nadelen. Ja. Maar goed. Maar hoe kun je bekend worden? Heb je wat tips voor ons waardoor jij kunt zeggen van hoe kunnen we nou filmster worden? Nou, moet je bij mij op bezoek komen, hè? Ja, dat doen we niet, ja. Dan zeg ik van, nou, dat iemand ontmoet. Ja. Nee, dat is de kruiwagentactiek, hè? Ja. Van, je gaat naar mensen toe die bekend zijn en dan zeg je van, nou, ik ben die en die. Maar dat heb ik gelukkig nog nooit hoeven te doen, want ze hebben mij altijd nog gevonden. Een tip is ga gewoon een opleiding doen. Dat is een hele degelijke tip en de beste volgens mij, hoor. En zorg dat je wat van die toneellessen op de middelbare scholen krijgt. Ja. En leuke leraren die daarin lesgeven. Nee, maar je moet natuurlijk in de creativiteit moet je wel worden gestimuleerd. Bij mij is het een beetje wonderlijk, want wij zijn acultureel opgevoed. Hooguit gingen wij hier naar gebouw Irene. En er was dan één keer in het jaar een toneelstuk. Ja. Dat was alles. En ik heb gewoon langzamerhand ben ik dus die toneelwereld binnengekomen. En ik heb daar heel veel op die scholen geleerd. Vooral op de toneelschool heb ik echt heel veel geleerd. Want natuurlijk, er is wel iets wat je in je moet zitten. Maar toen ik op de middelbare school zat, bijvoorbeeld op College Noetselen, had ik nooit kunnen denken dat ik dit was gaan doen. Mm-hmm. Sowieso heb ik er nooit over gedacht om film te gaan doen, hoor. Omdat ik dacht van, ja, dat is een wereld die ver weg is. En wat was jouw ideaal? Oh, ik wilde wel zangeres worden. Ja. Ja, dat was wel mijn meisjesdroom. Maar ik kan wel wijs houden, maar ik heb geen goede stem. Nee. En ik rook te veel, hè. Dat is ook niet goed. Maar ik begrijp in dit gesprek dat je dus niet spoorloos verdwijnt en geen eendagsvlieg bent. Nee. Dus. Nee, en de rol die ik, dat ben ik heel blij mee. Ik heb de film nou gezien. Mm-hmm. Van Robert Altman, de rol die ik daar speel is heel anders dan Saskia. Dus het is geen toevalstreffen. Ja. Wat veel mensen toch nog wel, weet je wel, dan zijn ze nieuwsgierig. En denken ze van, nou hoe kan dat nou, die krijgt in één keer zo'n prijs. En nou, dan moeten we maar eens kijken de volgende keer. Ja. Dus je moet je gaan bewijzen. Dat is moeilijk, hoor. Maar dat is min of meer wel gelukt. Hoop ik, hè. En je vindt voldoening in dit werk? Je vindt het heel leuk om te doen? Ja, het is mijn hobby en mijn beroep. Dus wat wil je meer? Jana, ik wil je heel graag bedanken voor dit gesprek. Ik heb het heel erg leuk gevonden. Ik heb wat opgestoken en ik hoop onze kijkers ook. Bedankt. Graag gedaan.